start is gevallen. Paarden zijn onderweg, Alinor doet dat rustig aan aan de binnenkant. In het midden van de baan hebben ze meer haast. Aan de buitenzijde is op dit moment Topas Littoral vooraan. We zagen André Bakker voor de koers even praten met Jos Verbeek. En ik denk dat we nu al weten wat er gaat gebeuren. Verbeek heeft al gezegd dat hij de kop wil hebben. Bakker kijkt achterom en wacht tot Verbeek komt. Galopade aan de binnenkant van paard nummer 5, die springt weg. Tancrede. Uitgeschakeld, nummer 5. Nummer 5, galop en buiten de baan. Bakker wacht op Verbeek. Verbeek is onderweg naar voren. Die komt nu naast Topas Littoral en gaat de leiding overnemen. En dan is hij straks dus aan kop. Urbi Parfois, daar wilde hij ook heen. Aan de buitenkant komt echter ook Valedas met Hugo Langeweg. En die gaat Verbeek straks geen rust geven. Topas Littoral aan de binnenkant die gaat voorlopig even net zo hard mee als Urbi Parfois. En dus heeft Urbi Parfois moeite om er voorbij te komen. Nu is hij er langs. Urbi Parfois, daarachter Valedas aan de buitenkant. Redingzijde daarachter Topas Littoral. Daarachter volgt Udia Rangia Galopade van Urbi Parfois aan kop. Urbi Parfois maakt een fout. Had een jasje uitgedaan om in de kop te komen. 7-7 galop. Is die positie nu kwijt en nu mag Valedas ongetwijfeld die leiding gaan overnemen. Valedas aan de buitenzijde komt voorbij en neemt nu de leiding over op de tweede plaats. Daarachter Topas Littoral. Daarachter volgt Udia Rangia. De vierde plaats daarachter is dan voor Ubor Ferry. En daarachter volgen nog twee paarden. Alinor aan de buitenkant probeert nu voorbij te komen aan Tokyo Du Bocage. En beide paarden worden aangespoord. Dat geeft aan dat er veel tempo in de koers zit. We hebben nog 900 meter te gaan. Leiding in handen van Valedas. Daarachter op plaats 2 is het André Bakker met Topas Littoral. Die moet nu een gaatje laten vallen. Daarachter Udia Rangia, dan Ubor Ferry. Zo langzamerhand komt nu ook op stoom de diesel Alinor. En Alinor sluit nu aan bij die voorste vier paarden. En gaat nu ook gelijk door naar het tweede spoor. Tenminste, dat hadden we gedacht. Maar dat gebeurt nog niet. John de Leeuw blijft nog even zitten. En vooraan loopt de koploper intussen weg. Valedas heeft een hele ruime voorsprong genomen. En daar gaat terugvallen nu Topas Littoral. Naar de tweede plaats gaat Udia Rangia. Die gaat in de achtervolging. Ubor Ferry ook. En nu gaat ook John de Leeuw in de aanval met Alinor. Ze gaan de paarden de laatste bocht in. Leiding in handen van Valedas. Valedas, tweede plaats is Udia Rangia. Derde Alinor en vierde is Ubor Ferry. En zo zijn ze inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Leiding nog altijd voor Valedas. En Valedas heeft een gezonde voorsprong, maar Alinor begint op stoom te komen. Kan die dat gat nog dichtlopen? Paarden komen de laatste rechte lijn zometeen in. Nu zijn ze in die laatste rechte lijn en Alinor komt wel dichterbij. Valedas leidt, Alinor op plaats 2. Aan de relingzijde vecht nog altijd mee. Dat is Ubor Ferry. En zo gaan ze de laatste meters in. En Valedas wordt wat korter aan de buiten. En er komt Alinor ietsje dichterbij. Ze gaan op weg naar de streep. Valedas, Alinor. En zo komen ze ook over de streep. Valedas wint voor Alinor. Derde plaats Udia Rangia. En de vierde plaats voor Ubor Ferry.